Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is een samenwerking aangegaan met Icarus System, welke onderdeel is van Icarus Group of Companies in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Bij deze samenwerking wordt er gebruik gemaakt van speciaal materiaal genaamd GeoWeb om als wegenfundering te dienen. We gaan hier een eerste pilot doen voor het ministerie van Openbare Werken met GeoWeb als wegenfundering. En daar zitten een aantal voordelen aan. Een aantal voordelen zijn dat er dunner kan worden gebouwd, iets goedkoper kan worden gebouwd, iets sneller kan worden gebouwd. En dat er met name een elastische veerkracht is in de ondergrond om bepaalde overbelastingen en onregelmatige settingen van de grond het hoofd te kunnen bieden. Volgens de technisch directeur is het gebruik van de GeoWeb heel voordelig. Met name in de kostenbesparing, zowel nu bij de aanleg, waar je toch een aantal tienduizenden dollars per kilometer kan besparen, als ook in het onderhoud natuurlijk op die weg, als die minder schade vertoont door overbelasting. GeoWeb is een materiaal dat de basecourse vervangt. Het is gemaakt van HDPE-kunststof, oftewel High Density Polyethylene. In andere landen heeft het al bewezen goed te werken. Het product GeoCellen, GeoWeb in dit geval, is een uitvinding van het Amerikaanse leger ten tijde van de Eerste Golfoorlog. U moet zich voorstellen dat het Amerikaanse leger zocht naar een technologie waarbij je materialen in situ, dus dat wat je voor handen hebt, of het nou een strand is, een jungle, oerwoud, dat je elk materiaal in principe kan aanwenden om heel snel en heel efficiënt een zware weg te maken. Een landingsbaan, een legerbasis, tanks moeten erover kunnen rijden. En deze technologie is zo'n 25, 30 jaar geleden voor het Amerikaanse leger ontwikkeld. De ontwikkelingspartner van het leger toen, Presto Geosystems, die heeft daarna het patent verkregen. Nadat het leger daarvan gebruik heeft gemaakt en nu wordt dat commercieel op de markt gebracht. Wij vertegenwoordigen de fabriek in een aantal landen in de regio, Zuid-Amerika, Caribisch gebied. In Suriname is het al gebruikt in de mining, grootschalig, ook in de verkavelingen en ook voor de wegautoriteit al voor bepaalde wegreparaties. GeoWeb is eerder ook in Suriname gebruikt, maar dan in de mining sector. De technisch directeur van Icarus System, Serge Chinwong Yu, verwacht dat dit pilotproject vlot zal verlopen. De verwachtingen zijn, aangezien we al met name in de mining, waar de aslasten een 10, 15 maal zo groot zijn, daar hebben we onze vuurdoop al gehad, daar heeft het zich al bewezen. Dus we verwachten absoluut dat het een succes wordt. Het enige wat we proberen te doen is natuurlijk de methodiek en misschien de besparingen te fine-tunen, te optimaliseren. En daar heb je natuurlijk altijd de eerste test voor nodig. Het Bureau voor Burgerszaken, Quatta, krijgt per week gemiddeld 1500 aanvragen binnen voor een uittreksel. Dit zegt Leticia Grandison, leidinggevende van dit bureau. Uitreksels uit het bevolkingsregister, dat is gewoon bij het loket, heb je dagelijks, dan hebben we ongeveer
gemiddeld soms 500 hoor. Je kan het diep naar wat hier zijn. Het is een heel groot resort. We hebben hier Paramaribo. Dit bureau is bureau Quetta. Maar we hebben hier Paramaribo Quetta. En we zijn ook een hulpbureau van Wanica. Dus je moet het zo zien dat we twee resorten hier moeten afhandelen. En het is heel groot. Paramaribo moet u zien, het begint vanaf een eerste rijweg naar Bennis Park. Washingtonstraat, dat is aan de linkerkant. De linkerkant is van ons naar achteren. Moet je nemen van Kernkampenweg, dus eerste rijweg, moet u kijken. Het is tot ergens achter Fernandes. Helemaal hier tot derde rijweg. Tot derde rijweg. Moet u die blok nemen, Hendrikstraat. Johannes Moengraastraat, dus daarachter. Dus de lijn van Fernandes uit naar achteren is Paramaribo Quetta. En dan hebben we vanaf derde rijweg tot de ongeveer vierde rijweg. Even gaan die Zoenspad. Sophia's Lus die blok. Hebben we, dat is Wanica. Dus u kunt zich voorstellen hoeveel. En dagelijks krijgen we beide resorten. Wij zijn wel we een hulpbureau van Wanica zijn, dus we doen niet alles van Wanica. Dus actes zoals een overlijden van overlijden, huwelijken van Wanica doen we niet. Maar hier kun je ook wel erkenningen doen. Uittreksels gebeurt normaal bij de balie. Maar we hebben hier alle aangiftes van academisch ziekenhuis. Wat betreft overlijden, geboorte, krijgen we allemaal hier. En natuurlijk bij een thuisbevallen, Paramaribo Quetta, is ook voor ons geboorte en overlijden. Hoewel de aanvraag van uittreksels en nationaliteitsverklaringen tot de meest gevraagde diensten behoren, kan het publiek ook voor andere diensten terecht bij de balie van bureau Quetta. Uit de bevolkingsregister moet u nagaan BR-stukken. Daar heb je ook vreemdelingen bij, hè? Ja. Daar hebben we uittreksels, we hebben verhuizingen, we hebben inschrijvingen. We hebben verklaringen van een burgerlijke staat. We hebben nationaliteitsverklaring. We hebben verlengd rijbewijs. We hebben aanvraagrijbewijs. Dus het is een heleboel. We hebben ook aanvraagpaspoorten. We hebben ook een aanvraag van een geboorteakte. Overlijdensakte, huwelijksakte. Is allemaal hier. Echtscheidingsakte is ook bij de balie. Dus behalve dat die actes hier worden opgemaakt, en dan worden ook aanvragen gedaan. Gelijk vraagt men misschien een geboorteakte, een overlijdensakte. Dus die dingen zijn ook iets dat je bij de balie zou moeten aanvragen. Die aangifte wordt gedaan hier, maar tegelijkertijd wordt het ook aangevraagd. Dus dan kunt u zich voorstellen hoeveel we moeten hier uitgeven. Het Centraal Bureau voor Burgerszaken, ook bekend als het CBB, valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het CBB wordt in haar werkzaamheden ondersteund door 41 BVB's en 8 hulpbureaus verspreid over geheel Suriname. BVB Quetta behoort tot het resort Paramaribo Quetta en fungeert ook als hulpbureau van Wanica. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen NH heeft in het kader van haar 60-jarig bestaan een expo gehouden in de congreshal. De expo had als thema Toekomst, Heden en Verleden. Aan deze minibeurs hebben meegedaan de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, Dienst Watervoorziening,
het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer, Grasalco, het Bauxiet Instituut, GLIS en de SWM. De expo had als doel de samenleving informatie te geven over de toekomstplannen, de projecten die momenteel uitgevoerd worden en de geschiedenis van het departement. Tijdens deze minibeurs is het nieuwe logo aan de aanwezigen gepresenteerd en uitgelegd. De bedenker en ontwerper van het logo is Giovanni Cartopaviro van de afdeling voorlichting van het ministerie van NH. Volgens de minister van Natuurlijke Hulpbronnen Regilio Dodson zijn de geleerde lessen uit het verleden een eye-opener om het heden te verbeteren en de toekomst te bepalen. Hij gaat in op de 3 segmenten te weten: de renovatie van het hoofdkantoor, het aanpassen van de wetten en het verhogen van de transparantie. Dat zijn de dingen die ik vanaf het begin heb geprobeerd te doen. We hebben een paar successen. Het zijn heel veel van water, elektriciteit, goud, al dat soort dingen. Dus ik kan niet echt één noemen, maar er zijn een heleboel zaken. En de focus op die 3 poot, die gaat gewoon door. Wat heel belangrijk is voor ons als ministerie is dat we een voorbeeld kunnen zijn. En in dat kader hebben wij nu in uitvoering een project Green Ministry. Waarbij wij als eerste groene ministerie, en als ik zeg groene ministerie, dat bedoel ik dat al onze lampen, dat ministerie volledig draait op LED-verlichting en volledig draait op solar energy. We zijn daarmee bezig en hopen dat tegen eind volgende maand, dus eind november, begin december, dat dat een feit is, dat we dan kunnen zeggen dat we het eerste groene ministerie zijn. Dan hopen we ook ons gebouw, het monumentaal gebouw dat de renovatie is, op te leveren. En dan gaan we een groot feest eigenlijk geven voor een 60-jarig bestaan, waarbij wij het eerste groene ministerie presenteren aan de gemeenschap. Op de vraag wat zijn visie is over het verleden en wat de komende regeerperiode nog gerealiseerd zal worden, zei de directeur van Natuurlijke Hulpbronnen Dave Abeleven het volgende. Belangrijk is om toch wel te noemen dat als je praat over het verleden van het ministerie, allemaal begonnen als ministerie van opbouw, zien we dus dat het eigenlijk een andere taakstelling had. En de visie is min of meer altijd wel hetzelfde gebleven, maar in de loop der jaren is natuurlijk de taakstelling veranderd. Als je kijkt naar de geleerde lessen, is toch een van de belangrijkste zaken geweest dat je altijd toch wel planmatig, doelbewust, op een heel eenduidig en transparante wijze te werk moet gaan als het gaat om plannen voor wat betreft beheer, exploratie, exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Door middel van de expo met als thema toekomst, heden en verleden heeft het ministerie van NH de bevolking geïnformeerd over de ontwikkelingen van de afgelopen 60 jaren. De bezoekers kregen de gelegenheid om bij elke stand vragen te stellen, videomateriaal te bekijken en folders mee te nemen.